Het faciliteren van het bedrijfsleven is een prioriteit van de regering. Dit vertelde minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking eerder deze week aan reporters, met de toevoeging dat het bedrijfsleven haar plaats moet gaan nemen binnen de economie. We hebben wat issues met local content, energievoorziening, vergunningen die vrij in ieder geval beter gaan. Maar de algehele facilitering van het bedrijfsleven is nog niet waar het moet zijn. Dat weten we ook. Voor mij is dat een prioriteit en dat heb ik al aangegeven. Dus ik verwacht dit jaar niet alleen meer tastbare resultaten, maar ook een goed fundament om voor het bedrijfsleven om onderdeel te worden van de economie. Dus wij gaan gewoon voort op die weg om de economie sterker te maken. Een van de pilaren moet zijn productieverhoging. Ramdien geeft aan dat hij tastbare resultaten wil zien in 2024 en dat gekeken wordt naar mogelijkheden om de staatsinkomsten te verhogen. Dus nu moet de focus heel nadrukkelijk zijn voor wat betreft productie op hoe gaan we het bedrijfsleven meenemen om die productie en die inkomsten van de staat te verhogen. En daar gaat het uiteindelijk om, want hoe meer inkomsten, des te makkelijker is om al die prioriteiten die men heeft en noden die men heeft te kunnen bevredigen. We hebben het bedrijfsleven gefaciliteerd middels verschillende fondsen. Agrarisch kredietfonds, KMO-fonds. En we zijn bezig met Nederland om nog wat meer gelden daarin te stoppen. De minister heeft opgemerkt dat het bedrijfsleven participeert in investeringsprojecten. Ramdien zegt dat de Suriname Investment Agency ook bezig is met de begeleiding van ondernemers en mee te helpen bij investeringen.